Ja, tweede paasdag. Ik sta hier in Elburg achter de Grote Kerk. En ja, in het geval nooit je pikken. Nou, normaal gesproken, als je gaat pikken, dan wordt je opgepakt, ga je in de gevangenis. Hier niet. Hier is het een zeldzaam spel. Hoe het precies werkt, wordt nu even uitgelegd. Nou, je hebt dus een aantal walnoten. Het gaat echt om walnoten. En dan is hetzelfde spelletje zoals je vroeger ook deed met knikkeren. Eén gooit de walnoot weg en de andere probeert er op te gooien dat hij hem raakt. En dan is het walnootje voor degene die hem raakt. Ja, en ja, als familie doen we dit al jaar en dag. Ook onze ouders, dus de vader van Wim, de moeder van mij, deden die dit vroeger ook al. En Wim is een slagje ouder, dus misschien dat hij er ook iets van vertellen kan. Ik ging weer de tweede paasdag eerst naar de kerk toe. En er was als een soort mythe naar huis toe om die zak op te halen. Dat mijn moeder had een speciale zak gehaakt voor ons allemaal. We waren met z'n zeugen bij huis. En dan gingen we hier achter de Grote Kerk. Daar was zeg maar in het begin, daar was achter de Grote Kerk. Daar ging men zeg maar nootje pikken. En dat begon om 11:30 en dan net zo lang speelden ze wat, dat je alles kwijt was. Dus, en dan wie de meeste had, die had dan gewoon. Dat was echt een oude traditie. Ik weet nog dat het kind zijn van een jaar of 6, 7, dat we dus al gingen nootje pikken. Ja, je geeft dus zelf al aan van, ja, het is eigenlijk met van de ouderen begonnen vanuit naar de kerk, het spelletje met elkaar gespeeld. En inmiddels is het ook doorgaan naar de jeugd toe. Dat zie je ook, want er is vandaag toch heel veel jeugd opgekomen. Hiervoor staan we ook een meisje en heeft zo'n prachtige zak bij je. Hoe ben je daar aangekomen? Nou, ik heb hem van mijn opa gekregen. En zijn moeder heeft hem ongeveer 60 jaar geleden, heeft de moeder van opa hem nog geweefd. Dan zit er chocola in en het. Daarna nemen we die zak dan mee en dan doen we er walnoten in en dan gaan we een nootje pikken. Ja, dus een goed gevulde, gehaakte zak. En ja, ik begreep dat er vroeger nog inderdaad een ei en een sinaasappel in zat. De kunst was dus om zoveel mogelijk nootjes van een ander te pikken. Daar gaat het een klein beetje om. Hoe vind je dat er nog zoveel mensen op afkomen? Ik vind het geweldig dat er zoveel mensen op deze traditie afkomen. En dat een paar jaar terug is door de Lou en door Bert is je broer. Ja. Ja. Jij ook met jou samen of niet? Ja. Is toen opgestart weer en vanaf die tijd zit er gelukkig weer een stijgende lijn in. En ik hoop dat we met mijn gezondheid volgend jaar nog meer mensen eigenlijk dan gebruik van kunnen maken. Maar het is geweldig om te doen. Je speelt met iedereen. Kijk, je hebt de mensen lopen, ik ken ze wel van het aangezicht, heb ik ze gezien. Maar je geeft dan twee netten en dan geef je één net en die mensen zeggen, we gaan gewoon spullen. En iedereen kan met iedereen spullen. En dat is geweldig mooi en dat geeft gewoon een stuk saamhorigheid en dat is dan heel fijn. Al ben je maar een uur bij elkaar hier. Ja. Want Veerle heeft het ontzettend goed gedaan, want Veerle, vanmorgen, hoeveel noten ben jij begonnen? 6. Kijk. 6 noten. Dus de jonge generatie doet het goed. Ja, toch? Ja. Bootjes ook het nooit te pikken. Ja, dat is de andere kleindochter. Die zit er in het gras. Ja, prima. Oké, dankjewel. Ja. Nou, u ziet het een geweldige feest voor jong en oud, voor groot en klein. Iedereen mag er meedoen. Gewoon een gezelschapsspel. En ja, de enige plek in Elburg waar je legaal mag pikken. Ja, juist.